Nou ja, in het eerste jaar kreeg je zeg maar een beetje een inleiding van alle vakken. Daar heb ik duidelijk, wat ik er heel leuk aan vond, was rechtsgeschiedenis. Maar vooral wat ik eigenlijk het leukste van alles vond, was internationaal en Europees recht. Dus wat ik ook in mijn tweede jaar aan het doen ben. Dat vond ik echt veruit het leukste. We hebben ook wel een hele leuke docent gehad, van meneer Van Genuchten geloof ik. En die legde het ook leuk uit en zo. En dat is echt gewoon iets waar ik verder in wilde gaan, zeg maar. Wat ik echt leuk vond om te doen. En nou, in het tweede jaar heb ik dan ook nog rechtsfilosofie erbij. Dat vind ik ook echt een heel interessant, maar ja, omdat ik sowieso al filosofie interessant vind. Maar dat vind ik sowieso echt een heel interessant vak. Dus dat zijn wel de twee dingen. Echt het internationale recht, dat vind ik heel leuk om te doen. En ook ja, de filosofische kant ervan.